Hi, ik ben Rachel en welkom op mijn kanaal. Vandaag maken wij een traditionele Surinaamse koek, een Iksi Kuku Soboen. De Iksi Kuku, elke Surinamer weet het, nou een echte verjaardagse koeko. Op geen enkel feestje kan je het missen. In het bijzonder tap een bigisma verjaardagse. En ook toen tap mijn verjaardagse inomisa kuku dat jij ik heb het altijd. Oké? Maar deze koek heeft ook zijn challenges, hè? En één daarvan is dat if je nog let op bepaalde zijn, die koek is vadong, hè? Je krijgt gewoon tuimeltaart in het Hollands. Ja, maar om te voorkomen dat om ik tuimeltaart, geef ik jullie vandaag een paar van de kneepjes mee. Waar je zeker op moet letten is dat je keukengerei schoon is, goed schoon is. Je kan hem het best met warm water reinigen. Ten tweede moet je letten op je temperatuur. Zorg ervoor dat je je oven lang van tevoren hebt voorverwarmd. En ten derde, nadat je die koek in de oven hebt gezet, mag je die oven de eerste 30 minuten niet open doen. Anders gaat die inzakken dat je kiest fadon koeko. Oké? Mensen, als je daarop let, gegarandeerd, je kiest maar een sweet koeko. En zoals ik de ingrediënten zo meteen ga doorgeven, als je ook de juiste hoeveelheid gebruikt, geen problemen. Sweet kukuyo Mickey van Shellus. Oké, wat heb je nodig om deze lekkere Iksi Kuku te maken? Oké, hier hebben we de ingrediënten voor onze lekkere Iksi Kuku. De eieren, bloem, boter, suiker, vanillesuiker, citroenbakaroma, amandelessence, vanilleessence, ons keukengerei, wat we zo dadelijk nodig hebben, een schone theedoek, een A4 blik en een lekkere cognac hier, wat sranang cognac, ik hou van cognac in mijn koek en natuurlijk een mixer. Ik wil jullie dit nog even laten zien. Kijk, hier heb ik gesmolten roomboter. Zoals je ziet is hij gaan bezinken. Aan de onderkant heb je dus, is het zout gaan zitten. Hè? Dat moet je niet meescheppen in je beslag. Gewoon het bovenste deel van je boter toevoegen aan je beslag. Oké, we gaan nu onze eieren één voor één drinken en in onze bowl zetten. U deed het op deze manier doen. Hierdoor kan je dan tijdig zien als één ei niet goed is. Want even proberen alle de Iksi potty en blijkt dat wat Iksi zei bij potty. Maar boom, dan heb je een probleem. Dan moet je alles weggooien. Dus gewoon even op deze manier in een aparte schaal breken. En dan in je bol zetten. En je is lekker met deze koekoekbarrel. Ik hou echt van Iksi Kuku. Het is mijn favoriete koek. En ik zeg het je hoor, de bigisma loba kukudis. Op mijn verjaardag, kukudis mijn maakje de standaard Iksi Kuku, Keksi, Fiadu, Boyo, alle Surinamese koeken. En de mensen die Shellus kennen, die weten ook wel dat je deze Surinamese koeksoorten altijd in onze winkel kan vinden. Oké, maar vandaag leer ik jullie hoe je zelf je Iksi Kuku kan maken. Oké, als je dat gedaan hebt, zet je 4 druppels van je bakaroma. 1, 2, 3, 4. En dan gaan we nu onze mixer aanzetten in een
mixen. Oké. We zetten onze mixer op de hoogste stand. Oké. En natuurlijk. Je moet dat kabel, want anders kan je niet mixen, hè. Zoals je ziet is hij al met die al 10 minuutjes. We gaan nu onze vanillesuiker toevoegen hieraan. En we gaan lepel voor lepel dit toevoegen aan het geheel. Gooi ik hem niet erin om te voorkomen dat hij gaat inzakken, hè? Hij moet luchtig blijven, dus gewoon evenredig erin sprenkelen. In de tussentijd heb ik mijn blik geboterd. De oven hadden we reeds aangezet. Dus nu is het even wachten. Nog zo'n 10 tot 15 minuten laten mixen. En dan gaan we meel eraan toevoegen. Belang aan toevoegen. We zetten hem. We zetten dit. Op 2. Oké, en dan gaan we nog een meel aan toevoegen. Als je een meel toevoegt, alsjeblieft sprenkelen. Om te voorkomen dat hij inzakt.
tomato. Wat mooi flexi koek. Overschenken. En heel rustig in de oven leggen, ja? De koek is klaar. We hebben hem geprikt. En hij is schoner uitgekomen. We gaan hem met een schone theedoek dichtmaken. Even 5 minuutjes laten staan. Vervolgens met onze gesmolten roomboter dat nog over was. Insmeren. En dan besprenkel ik met onze lekkere hanapie. Maar natuurlijk, je mag any rum gebruiken die je wilt. Maar mi loopt mi agu idee, dus dit ga ik ervoor zetten. Oké? Om jullie alvast te wijzen met een kwast dit. Even kwasten. Ik hoef geen boter erop. Ik moet soppie erop. Ja. En hem op deze manier besprenkelen. Een mooi soppie. Mijn mama koekoeva soppie toch. Oké, dan laten we hem even staan. Laat hij afkoelen. Oké. Onze koek is mooi afgekoeld. Dit is hem. Even kijken of alles goed is. Je ziet, hij heeft geen dikke bodem aan de onderkant. Zie je? Dat want tak aan een fadon. Toch? Hij is mooi. Oké, we gaan onze koek feestelijk besprenkelen met suiker, meisjes. En hij is niet echt helemaal afgekoeld hoor, maar om jullie alvast te wijzen, dan ga ik een stukje snijden. Dat is onze exikuku. Hier zie je ook, hij is mooi, mooie textuur.
Dus, lieve mensen, het leven is vallen en opstaan. Mocht blijken dat het de eerste keer niet lukt, geen nood. Neem al de kniepjes die ik jullie mee heb gegeven in acht en het lukt zeker. Oké, bye.